Welkom Hallo. terug allemaal en ook welkom aan de nieuwe mensen en vooral welkom ook aan de politici die zijn aan het binnenstromen. Een aantal zijn al aanwezig. Voor de mensen die nu even naar de wc wensen te gaan, het is de moment. U heeft 4 minuten om naar de wc te gaan. Dus, en in tussentijd komen de politici binnen. Dus om 8:30 beginnen we er terug aan. U heeft 4 minuten om naar de wc te gaan. En aan de andere mensen die een grote blaas hebben, die kunnen misschien al eens gaan zien in onze Facebookgroep, waar we iedereen gaan proberen verzamelen. Die zal nog eens in de chat worden gezet, onze Facebookgroep. Want we zijn met gigantische hoeveelheden. Dus we gaan dat proberen stroomlijnen, heel het traject, heel de road to Glasgow, via die Facebookgroep. Voilà, een klein muziekje erbij. Keuze van de DJ. Bericht misschien aan de moderatoren of de verslagnemers van daarjuist in de breakout rooms. Gelieve de aanbeveling naar Daphne te sturen. Dat kan in privébericht op de chat. De aanbeveling mag naar Daphne. Voilà, we gaan stiltjes aan terug beginnen. Ik hoop dat de meesten terug zijn van de toilet. Van het toilet. Welkom opnieuw. Ik hoop dat jullie bijzonder goed gebrainstormd hebben. Welkom ook aan de 6 politici die hier net zijn binnengekomen. En dat zijn, voor de mensen die even willen zoeken tussen de kadertjes,
Dat zou Nawal Fahri zijn, federaal parlement zit voor CD&V. Je kan altijd even je hand opsteken, dan is het makkelijk te zoeken natuurlijk. Makkelijk te vinden. Dat zou Andries Griffroy, of Griffroy, ik weet niet hoe ik het juist moet uitspreken, voor N-VA zijn. Dat zou Juan Benjumea zijn voor Groen, Brussels parlementslid. Bruno Tobak voor SPA. Greet Daams voor PvdA, federaal parlementslid. En Steven Koenegrachts, Open VLD, Vlaams parlementslid. Welkom iedereen. Voilà. Misschien even voor de politie die er net zijn bijgekomen. Reeds gedaan. We zitten hier al een klein uurtje bij elkaar. Het event heet The Road to Glasgow. We zijn een collectief, zo je wil, of een groep jongeren aan het oprichten om van alles te doen dit jaar 2021. Onderweg naar Glasgow, waar de klimaatconferentie dit jaar in november plaatsvindt. En we willen van alles doen. Acties, debatten, tentoonstellingen. We weten het nog niet allemaal wat we gaan doen, maar er gaat veel gebeuren. En dit is ook een van de dingen die we hebben georganiseerd, namelijk laten we gewoon al eens een debat houden met politie. Laten we al eens een paar aanbevelingen vanuit jongeren, de stem van jongeren, naar voren schuiven. Van wat willen jongeren of wat wensen jongeren nu echt eigenlijk juist? Wat politici of het beleid zou kunnen doen aan klimaatverandering, maar in het bijzonder aan vijf deelthema's onder klimaatsverandering. Ook door jongeren opgesteld, namelijk klimaat en decolonisatie, klimaat en gender, klimaat en sociaal rechtvaardigheid, klimaat en gewoon echt ecologie thema. En dan klimaat en kapitalisme, of het economische thema. En voilà, dat gaan we dit jaar doen. We hebben daar juist al een keynote spreker gehoord, een speech gekregen van een live uit Colombia, een Colombiaanse jongere die van alles vertelde rond klimaat en de decolonisatie in haar land, of de kolonisatie, rond sociale onrechtvaardigheid in haar land, rond de ecologische kwesties. Laura vanuit Colombia. En we hebben nu net in 5 breakout rooms gezeten, waar we 5 aanbevelingen hebben geformuleerd rond die 5 deelthema's. En die zouden we graag aan jullie voorstellen, die 5 aanbevelingen. Aan iedereen, u ziet hier nog eens de namen van de politici met hun respectievelijke partij erbij. Jullie rol als politici is uiteraard graag goed luisteren naar wat de jongeren zeggen. Dat zou fantastisch zijn. Misschien komt er een vraag rechtstreeks naar een bepaald persoon, naar een bepaalde politici, politicus, politica. Misschien komt er wel een bijvraag bij. Hopelijk hebben we nog genoeg tijd om wat bijvragen te stellen. En u mag uiteraard inhoudelijk reageren hoe u dit zou aanpakken, die vraag of die aanbeveling. Maar vooral richting klimaatbeleid, Belgisch, Vlaams, Europees, internationaal, richting Glasgow misschien zelfs, enzovoort. Voilà. Moest er iets niet duidelijk zijn, mag je altijd dingen in de chat zetten of je hand opsteken. Dan kunnen we dat volgen. Voilà, we gaan gewoon van wal steken, want de tijd tikt genadeloos verder. We hebben een eerste aanbeveling gekregen, zoals u ziet. Ik ga ze even voorlezen, rond klimaat en decolonisatie. De groep die daar rond heeft gebrainstormd zegt: educatie als sociale hefboom. Is er ook op Europees niveau sprake van onderwijsrichtlijnen omtrent decolonisatie? Een tweede ding is herstelbetalingen. Klinkt als het opleggen, weer al van onze principes, maar ze zijn nodig. Dus zonder te zeggen wat ze ermee moeten doen, herstelbetalingen wel geven.
En dan nog rond educatie opnieuw. In eigen land werken de mensen zelf vertrouwd te maken met de term en inhoud van decolonisatie. We kunnen niet decoloniseren wanneer mensen niet werkelijk weten wat dat inhoudt, structureel en ideologisch. Misschien even richting dat groepje dat daar rond gewerkt heeft, is deze aanbeveling richting een bepaalde politicus of politica gericht? Of zegt u van nee, niet bepaald, richting een bepaald beleidsniveau misschien? Ik zie hier Europees niveau wel staan. Of niet? Even een vraag naar dat groepje. Om daar even op te antwoorden. We hebben dat daar niet specifiek over gehad, dus het is eigenlijk vooral een versnelling van een vraag. Ja. Er ontbreekt ook wel een stukje, ik denk dat dat, omdat dat lijst Mint was doorgestuurd, over structurele armoede. Ik zal het anders even hier in de open chat zetten. Dus dat was een vierde pointer dat we ook als aanbeveling hadden. Ja. Ik stuur het nu meteen door. Voilà. Voilà, dus nog een lang stukje. Structurele armoede is bijna een neocoloniaal concept. We kunnen niet blijven praten over het globale zuiden zonder te praten met hun. Eveneens moeten we kijken naar onszelf. Het globale noorden als root van het probleem. Concreet, wat we eraan kunnen doen. Het parlement representeert ons niet. Het reflecteert onze maatschappij niet voldoende. Mensen die niet hoog opgeleid zijn, mensen die leven in armoede of kwamen uit dat milieu, vinden we er niet terug. Hier moet verandering in komen. Voilà, het was dus een open vraag. Niet bepaald naar één partij of politicus, politicaal gericht. Ik weet niet of er een bepaalde politicus of politica wenst als eerste daarop te reageren. Ja, ik wil wel reageren als dat mag, Pieter. Jawel, Nawal Farri van CD&V. Ja, dat klopt. Allereerst proficiat aan de jongeren die voltallig aanwezig zijn. Het is goed dat we met zoveel koppen ons buigen over de klimaatstrijd. Maar ik zie in deze slide echt wel enkele interessante dingen staan. Hè. Het klopt dat we de mensen meer moeten opleiden in klimaat. Hè. Er zijn heel wat mensen die nog zoekende zijn en die ook niet begrijpen wat schadelijk is, hè, binnen het milieu en binnen de klimaatnormen, laten we zeggen. Dus ik denk dat het zeker wel een goed aanbevelingspunt is om dat mee te steken in het onderwijs. Hè. Ik vind dat zeker iets dat we moeten meenemen. Dat is voor het Vlaams parlement. En ik ga dat zeker signaleren aan mijn collega's daar, dat dat wel een zeer interessante insteek is. Daarnaast hoorde ik ook over de armoedebestrijding, want het is zo. Hè, de weg naar een goed klimaat is ook een weg van sociale rechtvaardigheid. Hè. Armoede is een groot struikelblok binnen klimaat. Verbetering, omdat we zien dat die problematiek van armoede helaas ervoor zorgt dat heel wat burgers niet mee kunnen in de strijd van klimaat. Heel wat dingen dat we moeten doen om klimaatneutraal te zijn, kosten wat geld. Hè. En ik heb misschien een zeer bekend voorbeeld dat de voorbije weken echt wel in de pers is gekomen, maar de zonnepanelen kosten wat geld. Hè. Dat is niet voor iedereen evident om daarin te investeren. Dus het is zeker waar dat het meegenomen moet worden dat armoedebestrijding hand in hand gaat met de klimaatstrijd en dat we daar werk van moeten maken. Wat betreft de decolonisatie, ook wel een belangrijke vind ik, hè, want dat hangt ook een beetje samen met de armoedebestrijding, vind ik. Wij moeten als land blijven investeren in ontwikkelingssamenwerking gebaseerd op klimaat. Wij hebben altijd vanuit de CD&V gepleit bijvoorbeeld om van de spaarpot die wij als regering hebben voor ontwikkelingssamenwerking, om daar 10% van te reserveren, puur en alleen voor de strijd voor een beter klimaat. Dus ik vind dat de initiatieven dat hier zijn gegeven uit deze werkgroep zeker zeer zinvol zijn. En ik wil jullie daarvoor danken. En als er nog vragen zijn, shoot along. Voilà. Heel erg bedankt, mevrouw Farri, om het ook vooral kort te houden, want zoals iedereen weet, de tijd dringt. Bij Globalink is het normaal dat de jongeren altijd voorrang krijgen op politici. Dus als er jongeren zijn die hun hand opsteken, en u ziet, er staan al twee politici klaar met hun hand in de lucht.
dan krijg je sowieso voorrang om je mening te zeggen. Dus doe dat absoluut. Voilà. We hebben al één handje. Wie moet ik nu eerst nemen? Hè? Voilà. Cato misschien? Ja, ik denk dat ook. Ik heb nog een aanvulling. Ik vond jouw punten super interessant. En ik denk dat het ook heel interessant is om op sociaal rechtvaardigheid niveau niet alleen te kijken naar wat kan de burger daarin doen, maar ook wat kan de overheid en welke rol kunnen overheid en grote bedrijven, dus de mensen die met de macht in onze samenleving doen. Want alleen de burger opleiden over wat hij kan doen op vlak van klimaat en in welke individuele acties er kunnen gebeuren, dat is heel interessant. Maar ik denk als het over sociale rechtvaardigheid gaat, dat het ook belangrijk is om te kijken bij wie de grootste verantwoordelijkheid ligt en daar heel veel nadruk op te leggen. Ja, interessante vraag. We gaan de vragen even na elkaar doen en dan kunnen we misschien ook reageren. Vichel. Ja, goedenavond. Bedankt om hier allemaal te zijn ook en de tijd te nemen. Je had ook gesproken over dat er inderdaad wel in het onderwijspakket vorderingen worden gemaakt. Maar ik weet bijvoorbeeld dat er nu al een nieuw onderwijsvak is, wereldburgerschap. Hoe komt dat die kolonisatie daar zo weinig aan bod komt of zo weinig naar voren geschoven worden? Terwijl het toch wel een zeer belangrijk thema is, zeker nu we in deze tijden zitten van Black Lives Matter, maar ook gewoon decolonisatie in het algemeen een topic is waar moet op ingezet worden. Ja. Mevrouw Fari, we gaan u hopelijk zo meteen aan het woord laten, maar ik wil dus inderdaad eerst de handjes aan het woord laten. Dus Juan van Groen wenste als eerste, denk ik, en dan gaan we naar Bruno Tobak van SPA. Ja, bedankt. En bedankt, want het zijn heel boeiende vragen. Ik zal niet herhalen wat collega Fari zei, ook al deel ik er veel van wat ze zei, maar vooral ingaan op de vraag die jullie stelden. Als ik hoorde van onderwijs, denk ik dat er iets heel belangrijk is, is dat het onderwijs zich niet moet focussen, naar mijn mening, op het responsabiliseren van mensen, om te zeggen van dit, je moet dan je afval sorteren, je moet dit en dat. Dat zijn zaken die zeker nodig zijn, maar ik denk dat we er zo niet uit geraken. En dat er meer onderwijs nodig is over de feiten. Hè? Over hoe het zit met klimaat, hoe het zit met de kolonisatie. En dus de afhankelijkheid tussen het noorden en het zuiden. Bijvoorbeeld mensen weten of weten niet dat als je kijkt naar vluchten en heel intensief energieverbruik, dat er in Engeland bijvoorbeeld 15% van de mensen 75% van de vluchten neemt. Als je kijkt naar wie de auto heeft in een stad als Brussel, van waar ik kom, daar zijn altijd heel heftige debatten, maar het zijn vooral de meer begoede mensen. Dat geldt ook voor klimaat, waar de rijkste landen het meeste vervuilen, het meeste bijdragen aan het klimaatprobleem, maar het zijn de armste landen die het meest kwetsbaar voor zijn, omwille van hun geografie of omwille van het feit dat ze minder voorbereid zijn economisch. En ik denk dat dat een hele belangrijke is om mee te geven. En dan als het gaat over hoe dat we kijken naar de kolonisatie, ik denk dat deze COVID-crisis ons ook wel wat leert. Als we kijken bijvoorbeeld naar het probleem met de vaccins, we zien dat alle rijke landen ter wereld de vaccins hebben opgekocht, dat de armere landen die daar heel afhankelijk van zijn, pas later komen, dat er ook de intellectuele eigendom, de patenten, heel sterk worden beschermd, wat betekent dat armere landen daar minder toegang toe hebben, lees geen toegang. En ik denk dat voor het klimaatprobleem dat we dat zeker die piste niet mogen volgen. En dus wat zou logisch zijn? Het zou logisch zijn dat die kennis wordt gedeeld, het zou logisch zijn ook dat de rijkere landen ook bijdragen. En dan is het niet ontwikkelingssamenwerking als een soort giftje of als een soort kleine solidariteit. En ik hoorde collega Fari over 10% van ons ontwikkelingssamenwerkingsbudget. Dat is maar 0,7% al. Dus dat zit al een paar cijfers na de comma. Maar dat er echt serieuze investeringen komen naar die armere landen. Voor een stuk omdat we gemerkt hebben, ook bij COVID, dat je niet veilig bent als land, als heel het planeet niet veilig is. Bij COVID hebben we gezien dat het virus van China kwam en daarna varianten in Brazilië. Dat zal niet anders zijn met het klimaat. Het is niet omdat we in België op een bepaald moment nu niet goed op weg zullen zijn, dat het probleem zal opgelost zijn over de hele wereld. En dus hebben we er alle belang bij, zelfs vanuit een hele nationalistisch reflex, om die landen gewoon goed op weg te helpen en daar geld voor te geven. Ja, voilà. We gaan zo meteen luisteren naar de heer Tobak, maar toch al even intermezzo. U ziet dat de tijd genadeloos verder tikt, zeker als we nog vier thema's moeten doen.
Dus zeker de oproep om u richting de aanbevelingen te houden. Hè. Die herstelbetalingen, die educatie als sociale hefboom enzovoort. De heer Tobak. Ja, dank u. Ik ga proberen heel kort te zijn. Om te beginnen, een chapeau met jullie werk en jullie suggesties en voorstellen. Het zijn er heel andere dan wat we vaak horen in het parlement. Dus dat is voor ons al, in ieder geval voor mij, al zeer boeiend. Maar ik wou wel antwoorden op iets wat daarnet iemand gezegd heeft. Niet wat op de tekst staat, maar rond die zonnepanelen en de sociale rechtvaardigheid, als dat oké is, meneer de moderator. Omdat ik vond daar wel heel boeiend om daar die zonnepanelen als sociale rechtvaardigheid. Het gaat niet alleen maar over het feit dat niet iedereen die zonnepanelen kan leggen. Dat is één aspect van sociale rechtvaardigheid. Het andere aspect dat iedereen vergeet, is dat die zonnepanelen gelegd worden door mensen die ze misschien zelfs niet kunnen betalen, maar die er wel een job aan hebben. En dat we klimaatverandering en heel de investering er rond en de sociale rechtvaardigheid erin misschien ook eens vanuit die kant moeten bekijken. Dus namelijk dat we heel veel mogelijkheden creëren voor nieuwe bedrijven, mensen die daar jobs mee kunnen hebben, die echt nuttig werk en economisch en ecologisch verantwoord werk kunnen doen en daarmee een kost verdienen in plaats van met in de petrochemie te werken. Dat is ook een stuk sociale rechtvaardigheid, dus misschien moeten we het ook eens vanuit die invalshoek bekijken, in plaats van alleen maar vanuit het standpunt van niet iedereen kan zich zonnepanelen betalen. Hopelijk lukt dat op termijn wel. En dan wil ik nog op één heel kort ding uit de chat antwoorden. Niet alle politici zijn per se allemaal hoog opgeleid. Ze zijn allemaal ongetwijfeld verstandig. Maar er is al een paar keer ontwikkelingssamenwerking aan bod gekomen. De huidige minister van ontwikkelingssamenwerking is iemand van SPA en heeft geen hoger onderwijs gevolgd, is recht uit de fabriek in de politiek gestapt. Dus ik denk dat het misschien ook wel eens nuttig is om dat af en toe op te merken. Niet alle clichés kloppen. al is het natuurlijk wel zo dat de meesten inderdaad wel universitair onderwijs hebben gevolgd. Voilà. Misschien nog een aanvulling op de heer Tobak, want dat klopt wat hij zegt. Hè. Ik had het voorbeeld gebruikt, maar je ziet in de chat dat ik ook al een van de jongeren heb beantwoord. Hè. Investeren in digitalisering, in jobs enzovoort gaat er natuurlijk voor zorgen dat we klimaatneutraler zijn. Hè. Maar het is niet omdat ik me beperk tot één voorbeeld dat de casus is, hè, de heer Tobak. Ja, voilà. Waarom noemt iedereen mij hier meneer eigenlijk? Ik zal vanaf nu Bruno zeggen. Jij mocht dat. Zeker ook aan de politici misschien inderdaad om in de chat wat te antwoorden. Dat kan inderdaad wel wat tijd besparen. 1 en 2. Beste jongeren ook, nogmaals, schaar u mee in ons collectief. Want u ziet het is razend interessant wat hier gezegd wordt. Maar we hebben niet veel tijd. En wie weet kunnen we wel nog eens een moment inlassen om met politie over een aantal zaken te praten. Hè. En Bruno had het ook over sociale rechtvaardigheid, maar daar komen we ook nog in een ander deelthema toe. Dus daar gaan we het zeker nog over hebben. We gaan moeten doorgaan naar de volgende aanbeveling. En die laat als volgt. Wij bevelen aan dat rond klimaat en gender, dat het panel van klimaatexperts dat in de media en politiek verschijnt, naar een diverser team van zowel experts als mensen met ervaring en verhalen verschuift. Om de kans op een gevarieerde set soft en hard skills te vergroten, bevelen wij aan dat er mensen van verschillende achtergronden, huidskleuren, afkomsten, genders en anderen geselecteerd worden. Het is belangrijk dat alle mensen evenwaardig behandeld worden en als evenwaardig gezien worden door media en politici. Voilà. Een totaal ander topic. Enigszins toch. Het gaat over klimaat nog steeds. Ja, dat panel van klimaatexperts. Het gaat dan over representativiteit. Ik weet niet wie daar als eerste wenst op te reageren. Ik zie dat mevrouw Daams, maar ik mag misschien ook Greet zeggen, al lang met haar hand in de lucht staat. Dus misschien wenst u te antwoorden, mevrouw Daams van PvdA. Ah ja, dankjewel dat ik het woord krijg. Ik wou eigenlijk, mijn handje zat nog in de lucht daar voor het vorige thema. Daar had ik eigenlijk ook nog wel iets interessants op te zeggen, maar... dat zal niet meer gaan, denk ik. Als het heel kort in één zin kan, dan mag het. Ja, in één zin misschien heel kort. Omdat jullie hadden ook de suggestie gedaan van die herstelbetalingen. Ik wou daar misschien nog op reageren, heel kort. Van ja, hè, maar we moeten eerst en vooral misschien ook beginnen met de schulden van het zuiden kwijtschelden. Want nu zitten die landen klem in eindeloze schuldenspiraal.
waardoor ze niks kunnen doen om die klimaatverandering tegen te gaan of zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. En dat daar bovenop eigenlijk dat wij ook heel hard vragende partij zijn voor dat België moet toezeggen dat ze haar internationale klimaatfinanciering ook gaat optrekken naar die 500 miljoen euro bovenop het budget van de ontwikkelingssamenwerking. Dat vond ik nog een heel belangrijke aanvulling. Voilà. In langer dan één zin, maar dat is geen probleem. Het was interessant. Hebt u ook een mening of een reactie op de aanbevelingen rond klimaat en gender? Ja, ik denk zeker dat een heel terechte suggestie is dat daar een diverser team noodzakelijk is, absoluut. Daar kan ik heel kort op antwoorden. Ja. Ik hoor ook in de chat dat mevrouw Fari, of waarschijnlijk mag ik ook Nawal zeggen, wenst te reageren. Ja, weer al een zeer, zeer leuk voorstel. Hè. Wij hebben in de commissie momenteel trouwens, en ik denk dat mijn collega van Groen dat kan bevestigen, de heer Calvo of Christophe Calvo heeft een wetgevend initiatief ingediend over een burgerpanel te organiseren rond klimaat. En eigenlijk is dat wel een heel tof initiatief waar we meer en meer gebruik van moeten maken. Hè. We hebben ook in het regeerakkoord staan, het nieuwe regeerakkoord, dat we meer met burgerkabinetten en meer met burgerinitiatieven willen werken om de politiek ook dichter bij de mensen te brengen. Dus dit is zeker een initiatief dat het bespreken waard is en dat eigenlijk as we speak in het parlement besproken wordt. Wat betreft het gendergerelateerde, zeker in orde om die groepen natuurlijk zo divers mogelijk te maken. Maar waar ik het wel soms een beetje moeilijk bij heb, jongeren, is dat klimaat wordt verdeeld in een genderoorlog. Hè, waarbij men zegt dat voor vrouwen veel moeilijker is in de klimaatstrijd. Daar zou ik wel iets voorzichtiger in zijn. We moeten een inclusief beleid hebben, maar specifiek daar een gendergerelateerd thema van maken, zou ik niet zeggen. Want klimaatproblematiek raakt ons allemaal. Ongeacht of dat wij nu in het zuiden, noorden, man of vrouw zijn. En we zouden dat debat ook zo breed mogelijk moeten blijven bediscussiëren. Oké, voilà. Ik zie hier ook een hand in de lucht van de heer Giffroy of Giffroy of Andries. Misschien van N-VA. Ik ga hem eerst aan het woord laten. Ja, dank u wel. Maar heb mijn familienaam goed uitgesproken, Giffroy? Dat is inderdaad correct. Voilà. Nee, in verband met klimaat en gender, ik denk dat het is nogal logisch dat je probeert een panel te hebben, maar dan op alle niveaus, niet enkel maar op het niveau van de klimaatexperts, maar ook op het niveau van de groepen waarmee dat we nu samen zitten en discussiëren, dat er daar iedereen vertegenwoordigd is, zoals je zelf beschrijft. Maar je kunt dat ook niet forceren, als ik dat zo maar uitdrukken. Dus, en daar sluit ik een beetje aan bij hetgeen dat Nawal zegt. Ik heb in mijn vorige leven had ik een consultancybedrijf in energieefficiëntie. De helft waren dames, de helft waren heren. Maar ik zag wel, zonder dat ik iets duwde in de een of andere richting, dat ook wel ieder zijn specifieke job had. Als het ging om de harde projectopvolging, dan ging het eerder de mannen daar naartoe. En als het ging over de ontwerpskills, dan zaten de dames daar beter. Dus dat is ook niet iets dat je kunt gaan forceren van, ja, maar het moet per se. Straks discussiëren we hier over quota zelfs, en dat zou ik absoluut geen goed idee vinden. Je moet hier werkelijk gaan naar van onderuit de educatie, en dat begint ook bij STEM. Ja? Inderdaad, probeer iedereen warm te maken voor technologie, innovatie, en klimaat is er ook een van. En dan groeit dat zo op door naar boven. En ik zeg het, ja, dat is, het is een fenomeen, en daar kan niemand van uitsluiten, maar het is ook niet zo dat je daar plots moet harde eisen gaan stellen voor de een of voor de andere groep. Dat moet ook dynamisch groeien. Dank u wel. Ik weet niet of Cato nog met haar hand in de lucht zat, of was dat nog van ervoor? Dat was nog van de vraag ervoor. Voilà. Maar ik hoor ook in de chat dat Lisa een vraag heeft, want zij zat ook in die breakout room. Dus Lisa, aan u het woord. Ja. Ik denk enerzijds dat het wel klopt dat het belangrijk is om niet te gaan zeggen van oké, klimaat is een vrouwenstrijd, want dat is het niet. Maar anderzijds mis ik daarin wel dat vrouwen gewoon veel harder getroffen worden door klimaat nu al. Dat in heel veel landen in het zuiden, dat vrouwen
bijvoorbeeld omdat die geen grond bezitten, of veel minder grond bezitten, dat die veel sneller getroffen gaan worden. Dus daarin vind ik het wel super problematisch als vrouwen niet mee aan tafel zitten. Als vrouwen, in alle klimaatbewegingen zijn er veel meer vrouwen, maar als je dan kijkt naar klimaatwetenschappers of politici of zo, echt mensen met macht zijn dat veel vaker mannen. Dus ik vind het een beetje te simplistisch om te zeggen van... het is een strijd van iedereen of zo, want dat is het wel. Maar niet iedereen mag meewerken en daardoor vallen wel mensen uit de boot of zo. Dus ik vraag me af of jullie daar misschien voorstellen hebben rond hoe dat we aanpakken, dat we ervoor kunnen zorgen dat vrouwen niet harder getroffen gaan worden door mannen, of want ze worden al harder getroffen, hoe dat we gaan aanpakken dat vrouwen, dat we die gaan ondersteunen voor zorgen dat zij daar ook bovenop gaan geraken of zo. Ja. Interessante vraag. Ik denk dat dat richting Nawal ging. Weet ik niet zeker, maar die mocht zeker straks... Nee. Mevrouw Fari, ja? Ja, hey. Ja, ik snap de bezorgdheid wel. Hè. Zeker als we het kijken op, als we het bekijken op mondiaal niveau, zoals u het net heeft geschetst. Maar ik moet toch wel zeggen dat we bepaalde vrouwen hebben met een bepaalde statuut en macht die toch wel op de tafel kloppen hè, op Europees niveau. En ik denk dan aan onze buurland Duitsland, hè, Angela Merkel, die toch wel zeer hard gaat voor die klimaatstrijd. Dus ik ben wel blij dat er enkele topvrouwen zijn. Ik ben het ermee eens dat die misschien meer in het daglicht mogen komen. En ik ga zeker uw bezorgdheid meenemen en bekijken hoe we daar rond kunnen werken. Maar het is natuurlijk moeilijk om... laten we zeggen, je hebt altijd de juiste persoon op de juiste plaats staan. Hè. Om dat gender gerelateerd te maken vind ik moeilijk, maar ik wil wel uw bezorgdheid meenemen waarbij u zegt van vrouwen worden effectief harder geraakt. Dat wil ik zeker meenemen. Ja. En dan gaan we tenslotte misschien nog naar Juan van Groen, die zeker wenst te reageren. Ja, bedankt. Kort, ik vond... de tussenkomsten van Cato en Lisa heel, heel waardevol, want het klopt inderdaad. Als we kijken naar een andere crisis, naar COVID, dan zien we dat iedereen getroffen wordt. We zouden niet kunnen zeggen dat dat mannen- of een vrouwenstrijd is, maar dat vrouwen toch wel harder getroffen worden, omdat ze bijvoorbeeld in de frontlinie werken. Dat is bij klimaat juist hetzelfde geval. Als het gaat over quota's, ik ben het er niet mee eens. Ik vind dat dat echt een goed idee is om ze in te voeren. We hebben gezien dat dat machtsdynamieken doorbreekt in de parlementen, in de regering, in de raden van bestuur. Dat dat zorgt voor nieuwe perspectieven. Ik zie dat in mijn parlement, waar nu voor het eerst een bijna volledige gelijkheid man-vrouw is en ook in de hoge functies. We zien dat ook bij de ministers. Als we nu kijken naar onze klimaatministers, 2 van de 4 zijn vrouwen. Ik denk dat dat ook een nieuwe dynamiek brengt in het debat. En dat dat ook zeker nodig is. Het wil niet zeggen dat het probleem opgelost is door mensen aan de top diverser te maken. Maar het gaat er wel voor zorgen dat de perspectieven op de zaak diverser zijn. En als het gaat over de oplossingen, heel kort, ik denk dat dat transversaal is. Dat dat verder gaat dan klimaat alleen. Dat dat dan ook... sorry, ik viel even aan mijn stoel. dat gaat ook over sociale strijd, over rechtvaardigheid en dat die thema's... en dus dat het ondersteunen van vrouwen, van mannen, van mensen in een kwetsbare positie, dat dat ook meegenomen moet worden in het klimaatdebat. Anders zijn de klimaatoplossingen gewoon niet goed. Dan gaan we geen meter verder. Voilà. Ik snap dat u gewoon in stoel valt door de scherpe mening van de jeugd. Dus dat is normaal. We gaan door moeten richting de derde aanbeveling. Ook zeker nog oproep aan de jongeren van zet uw vragen in de chat. Daar wordt zeker ook op gereageerd. En we nemen ze sowieso mee. En wie weet kunnen ze wel nog doorsturen achteraf. Dus zet uw vragen zeker in de chat. We gaan richting de derde aanbeveling, klimaat- en sociale rechtvaardigheid. En dat ziet er een korte uit. Zet in op mobiliteit die zowel duurzaam als sociaal rechtvaardig is. Een zeer concrete, waar we zeker iets over te zeggen hebben. En ik ga naar Andries van N-VA, of Griffroy. Wel, ik ben een beetje verrast door die ene korte zin aanbeveling, want ik had mij voorbereid op de vraag die jullie gesteld hadden. En ik vond dat die vraag dan ruimer was dan enkel het thema mobiliteit binnen sociale rechtvaardigheid. Het ging algemeen over de armoedeproblematiek en
omtrent structurele armoede enzovoort. En ik wil eigenlijk daar wel mijn tussenkomst over doen, omdat ik die wel belangrijk vind. Ga gerust in op de concrete aanbeveling hier, maar trek het gerust ook breder als het kort kan. Wel, algemeen samengevat is voor mij het superbelangrijk dat je de gele hesjes, zoals we die vorig jaar gekend hebben, en de groene hesjes, als je die niet kunt samen verbinden met elkaar, dan mislukt het klimaatbeleid. Want klimaatbeleid, dat staat al aangekaart door iemand, kijk naar wat we meegemaakt hebben met de zonnepanelen en nog zullen meemaken met andere projecten, ja, dat kost eenmaal geld. En als je dan op een bepaald, kijk ook naar de discussie rond lage emissiezones, dus altijd, het gaat altijd over centen. En dus met andere woorden, als je daar geen oplossing voor vindt, voor die groepen van mensen, die ook voor een stuk ook hun deel kunnen bijdragen tot het klimaatbeleid, ja, dan heb je geen klimaatbeleid. Dus die twee zijn zo inherent met elkaar verbonden, zijn de kostprijs en om te komen tot een goed klimaatbeleid, vandaar dat wij ook altijd zoeken naar die kostefficiëntie, zorg dat je maatregelen vindt die geprioritiseerd zijn, die de hoogste targeting hebben, zoals men dat ook zegt, maar die ook kostenefficiënt zijn. En als dat niet lukt, ja, dan krijgt die groep bevolking, zoals die zich uit hebben met de gele hesjes, niet meer in beweging en mislukt uw klimaatbeleid. Ja, ja. Voilà. Ik denk dat Wolf, een jongere vanuit dat groepje, wenst zijn aanbeveling wat te verduidelijken ook. Wolf, aan u het woord. Ja, dank u wel. We hebben dit hier redelijk bondig neergepend, maar in ons groepje hebben we eigenlijk nagedacht over onder andere mobiliteit, maar ook de deeleconomie. En dan zijn we op het einde tot een punt gekomen waarop we ze eigenlijk samengevoegd hebben. En we dachten dan vooral over zaken, huidige mobiliteitsproblemen, die misschien wel problemen met sociaal rechtvaardigheid, zoals bijvoorbeeld de lage emissiezones, die vooral jongeren, ouderen en lage inkomens treffen. Maar ook het feit dat deelauto's heel populair worden in grote steden, hippe grote steden, maar bijvoorbeeld in kleine steden veel minder aanwezig zijn. Maar ook over fietsers en hun toegankelijkheid. Dus daarover hebben we nagedacht. Dank u wel voor de verduidelijking en de aanvullingen. Ik ga eerst naar meneer Koenegracht, of Steven van de VLD, die hier ook aanwezig is. Ja, Steven is heel oké. Ja, ik vind het wel heel interessant, zeker met de verduidelijking, dat spanningsveld dat wij ook wel aanvoelen tussen de steden en het platteland. Ik denk dat die deelmobiliteit en ook goed uitgerust openbaar vervoer soms makkelijker te verwezenlijken is in die steden, waarbij je op het platteland vaak nog meer aangewezen bent op een eigen wagen om afstanden af te leggen, wat natuurlijk de kostprijs omhoog brengt. Dus inzetten op dat openbaar vervoer net op maat, ook op het platteland, ook in de buitengebieden, is inderdaad de uitdaging waar we ook vandaag voor staan. Langs de andere kant heeft dat inzetten op duurzame mobiliteit ook een factor economisch natuurlijk. Je bent aan het investeren, je bent aan het vernieuwen, je bent aan het research and development aan het doen. Daar zitten ook jobs aan vast, ook productiejobs. Op die manier heeft die transitie naar een duurzame mobiliteit ook een sociale component in werkgelegenheid natuurlijk. Maar dat spanningsveld tussen stad en platteland de sociale implicaties daarvan vind ik wel een heel interessant opgemerkt spanningsveld dat wij inderdaad in het parlement ook elke dag zo aanvoelen. Ja, voilà. Dank u wel. We gaan eerst naar Katou. Dat is een jongere, dus die krijgt altijd voorrang. En dan gaan we, denk ik, naar meneer Tobak, want die staat al heel lang te wachten. En dan naar mevrouw Daams. Ja, ik heb gewoon nog een korte vraag. Op basis van wat meneer Gevra daarnet zei, maar het is ook aan u, meneer, maar het is ook aan alle politici hier aanwezig. Wat is volgens jullie dan die oplossing om dat probleem tussen het kost geld, maar we willen niet de burgers ervoor laten betalen, om dat probleem op te lossen? Wie moet het dan wel betalen volgens jullie? Interessante vraag om zeker mee te nemen in alle antwoorden. Bruno.
Ja, ik zie iemand in de chat Rijkentax in grote hoofdletters typen. Ik ben daar niet tegen, maar dat zijn natuurlijk ook burgers. Hè. Dus dan betaalt de burger het ook, alleen een ander soort burgers. Maar als ze dan toch burgers moeten betalen, dan liever die, daar ben ik het mee eens. Maar daarmee kom je er niet alleen natuurlijk. We gaan dat altijd allemaal samen betalen, maar ik heb, wat ik daarnet ook al gezegd heb, je moet stoppen met dat de hele tijd als het kost geld te beschouwen. Weet je, je kost geld, het kost geld, dat is iets wat je zegt van iets dat je moet doen. Terwijl eigenlijk een hele hoop dingen, neem nu mobiliteit die duurzaam en sociaal rechtvaardig is, dat is iets dat je zou willen doen. Dat is een uitgave, oké, maar je doet die omdat je er dingen beter mee maakt. En ik denk dat we daar inderdaad nog wel wat prioriteiten kunnen verleggen. Ik had de stelling, ze is inderdaad heel, heel kort geformuleerd, maar waar ik daarbij spontaan denk als ik dat zie, dat is de vaststelling dat we in Vlaanderen bijvoorbeeld, denk ik, letterlijk 1000 keer meer Tesla's hebben rondrijden dan elektrische bussen. Terwijl die kosten allebei geld, ze worden allebei gesubsidieerd. En ik heb er zelfs niks op tegen dat we die Tesla's subsidiëren. Maar er is wel iets mis wanneer we daar ongelooflijk ver achterop lopen in het laten rijden van elektrische bussen in onze eigen stad. Dat de voorrang gaat naar elektrische auto's van 50.000 euro, waar iemand individueel mee kan rijden. En dat we kilometers achterlopen in elektrische en zelfs ook andere bussen om mensen collectief te vervoeren, wat hoe dan ook altijd ecologisch efficiënter is. Dus ik kan mij bij die stelling alleen maar aansluiten. Ik denk dat daar eigenlijk een aantal vrij gemakkelijke oplossingen voor zijn, waarmee we toch al een stuk van de weg zouden kunnen afleggen. En dan de discussie over wie het moet betalen. Ik ben voor rechtvaardige belastingen en dan betalen die rijken inderdaad meer dan de anderen. Maar uiteindelijk gaan we het altijd allemaal samen betalen. En hopelijk op zo'n manier dat we er ook allemaal samen beter van worden. Want dat moet toch de bedoeling zijn. Voilà. Heel wat antwoorden op een aantal vragen ook gegeven. Waarvoor dank. En kort gehouden. Mooi. We gaan naar mevrouw Daams. Ja, dankjewel. Ja, ik wil ook nog kort reageren op deze aanbeveling. Hè. Zet in op mobiliteit die zowel duurzaam als sociaal rechtvaardig is. Ja, dan denk ik, we moeten de mensen echt uit de auto krijgen. En ja, dan denk ik ook aan een sterk openbaar vervoer, hè, dat goedkoop is, met goede verbindingen. Ook in het weekend, hè, als je wil uitgaan, dat je nog met een bus of met een trein terug thuis geraakt. Ook dat mensen met openbaar vervoer kunnen gaan werken. Dat is super belangrijk. Er zijn in heel veel Europese steden ook experimenten uitgerold met gratis openbaar vervoer. Dat is haalbaar, dat is betaalbaar. Dus laat ons daar ook werk van maken. Waar dat wij met PvdA echt geen voorstander van zijn, dat is die kilometertax. Dat is echt niet het beste middel om aan klimaatbeleid te doen. Omdat je daar de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf legt. En ja, we denken dat je echt op een andere manier een veel beter klimaatbeleid kunt voeren. En dat is door bindende normen aan de bedrijven op te leggen, bijvoorbeeld. Dank u wel. Ik kijk even naar de tijd. Ik vrees dat we naar die vierde aanbeveling moeten gaan. En de vijfde komt er ook al ineens op. Dat is makkelijk, handig. Klimaat en ecologie verbiedt grote vervuilers om onze natuur verder te vernietigen. Dat is heel kort en enorm duidelijk. Ik zie heel wat handjes nog in de lucht, maar ik weet niet of dat nog van de vorige keer, van de vorige vraag was. Maar ik denk dat Steven al lang met het hand in de lucht zit. En dan gaan we naar Juan. En dan ook nog naar Kato, want Kato heeft opnieuw een vraag. Nee, dat is gewoon nog een handje van de vorige keer. Oké, Steven, aan u het woord. Het was nog een oud handje, Pieter, maar het is geen probleem. Ik reageer hier graag op. Ja, ik denk inderdaad verbieden dat we grote vervuilers zoveel mogelijk moeten stimuleren om daarmee op te houden. Sommige productiemethodes zijn nu eenmaal iets of wat vervuilend. Als we gewoon stoppen met alles uit te stoten, dan valt ook de economie stil. Ik denk dat we morgen in het Vlaams parlement een zeer interessant debat gaan hebben over de uitstoot van stikstof en de manier waarop we die moeten verminderen.
Dat gaan we ook met alle sectoren samen moeten doen. Maar het principe de vervuiler betaalt, dus in plaats van onmiddellijk te zeggen u verbiedt u te vervuilen, want dan vallen die bedrijven stil, is het principe de vervuiler betaalt versterken en dus inderdaad meer financiële incentives, maar in negatieve zin voor zij die vervuilen invoeren, dat is eerder een weg om te gaan, samen met natuurlijk het stimuleren van investeringen om die vervuilingen tegen te gaan, om efficiënter te produceren en om minder uit te stoten. Ik denk dat het een mes is dat aan twee kanten snijdt. Ja. Dank u wel. Ondertussen worden er ook nog heel wat vragen in de chat gestuurd. Daar mogen de politici ook nog zeker op antwoorden. Ook andere jongeren uiteraard. We kunnen maar bijleren van iedereen. Ik dacht dat Juan nu wenst te antwoorden. Ja, bedankt. En het is een beetje frustrerend omdat er zoveel interessante vragen circuleren en de tijd is zeer beperkt. Er was op de vorige op iets niet ingegaan rond deeleconomie. En aangezien dat we het hier over circulaire economie hebben, zal ik het in één klap over beide hebben. Over deeleconomie, we zijn in Brussel daar heel hard mee bezig, omdat we merken dat bijvoorbeeld rond mobiliteit zeer veel spelers op de markt zijn die zich alleen richten op een bepaald segment, dus die niet heel Brussel bedienen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar die steps en naar die fietsen, die zitten vooral aan de oostkant, aan de rijke kant van Brussel, maar waar ik woon bijvoorbeeld, in Anderlecht, daar zijn er geen. Hè? En dus dat vinden we dat de overheid zelf moet zorgen voor een kader, zodat als er deeleconomie aanwezig is, deelmobiliteit, dat die voor iedereen toegankelijk is. Er is ook het voorbeeld geweest van deelauto's. Rond circulaire economie denk ik dat we vandaag de dag misschien iets te veel in een logica zitten van mensen met het vingertje wijzen en zeggen van, oh ja, wat heb je nu weer gekocht en waar ben je gaan shoppen en ben je wel naar de Primark geweest enzovoort. Terwijl dat ik denk dat de basisregels veel hoger moeten gelegd worden en dat er ook veel meer informatie moet komen. Vandaag de dag is er bijvoorbeeld geen recht om je toestellen te herstellen. Als je zo'n AirPods hebt, en ik heb er één gekregen van mijn werk, dan merk je dat die na 3 jaar niet meer werken. Die kun je niet herstellen. Die zijn niet gemaakt om hersteld te worden. En als je er zelfs aan raakt of aan iemand brengt voor andere producten die wel herstelbaar zijn, dan zet je garantie kwijt. En dus dat zijn zaken die eigenlijk totaal tegen de logica gaan van een circulaire economie, van een economie die eigenlijk niet alleen ecologischer is, ook maar efficiënter. Hè? De grondstoffen zijn beperkt, dus je moet er ook gewoon voor zorgen dat die goed worden gebruikt, goed worden ingezet. Ik zal hierbij houden, omdat ik merk dat er nog veel mensen willen tussenkomen, maar ik probeer ook in de chat op nog andere vragen te antwoorden. En op het einde geef ik ook wel mijn mail als mensen nog met vragen zitten. Ja, waarvoor dank. En u heeft ook al meteen een antwoord gegeven op de laatste aanbeveling. Of toch een antwoord in verband met gsm en de veroudering enzovoort. Interessant. Even kijken. Ik denk dat mevrouw Daams en dan gaan we naar de heer Giffroy. En dan nog even Steven van VLD. Maar ook zeker aan de jongeren, als je nog wilt tussenkomen, het is het moment, hè. Lisa. Ja, we gaan eerst luisteren naar Lisa. Zo werkt dat hier bij ons. Lisa. En dan naar mevrouw Daams van PvdA. Zalig hier. Nee, mijn vraag is vooral heel kort. Bij vervuilers zien we dat nu. We zijn dat precies aan het bespreken alsof dat personen zijn. Maar als ik denk aan vervuilers, denk ik aan grote bedrijven. Die het meeste vervuilen, dat zijn... Allee, ja, okay, als persoon kun je wel vervuilen, dat is natuurlijk belangrijk, maar het grootste zijn de grote bedrijven. Wat willen jullie daaraan doen om ervoor te zorgen dat we vooral zorgen dat grote bedrijven veel minder gaan vervuilen? Ja, Lisa, dat klopt inderdaad. Hè. Wij hebben met onze studiedienst van PvdA een onderzoek gedaan waar dat uitkwam dat in België 5 bedrijven verantwoordelijk zijn voor 20% van de totale uitstoot. En dat is meer dan alle gezinnen samen. Dus het zijn de grote vervuilers wereldwijd die dat de hoofdoorzaak zijn van klimaatverandering. En dat zijn dan ook de mensen, de grote bedrijven, die dat we in eerste instantie moeten gaan aanpakken. Hè. Nu, in Europa heb je het ETS-systeem. Dat is het emissiehandelssysteem, hè, waar dat je... rechten om CO2 uit te spoten kunt verhandelen. Dus, maar dat is gewoon de oplossing niet, want dan ga je het probleem, het klimaatprobleem eigenlijk in handen leggen van de markt. Hè.
wij zeggen, voor die grote vervuilers, leg daar bindende normen voor op. Pot daar en niet verder. Dat is gewoon het allerbelangrijkste. En het is op die manier ook door die bindende normen op te leggen, dat bijvoorbeeld het gat in de ozonlaag uiteindelijk ook eens kunnen aangepakt worden. Want ik hoorde daar straks iemand zeggen, we moeten de grote vervuilers stimuleren om te stoppen met vervuilen. Nee, het is eigenlijk zoals het hier in de aanbeveling staat, niet grote vervuilers om onze natuur verder te vernietigen. Dat klopt helemaal. Ook iemand anders vond dat maar wat flauw. Maar goed, interessant, hè? We gaan naar Dorian eerst. Die zat met zijn hand in de lucht. En dan gaan we voor deze aanbeveling afsluitend naar meneer Giriffoy van N-VA. En dan moeten we naar die vijfde aanbeveling. Dorian. Ja, goedenavond iedereen. Ik zat dus in het werkgroepje Klimaat en Ecologie. En daar bespraken wij vooral dat wij niet wouden dat grote bedrijven de natuur nog verder gaan gebruiken alsof dat het hun eigen persoonlijke ontginningsgebied is, als ik het zo mag noemen. Bijvoorbeeld een bos dat kan gebruikt worden voor houtkap of de Noordzee voor van die knollen, zeg maar, voor een diepzeemijnbouwbedrijf. Ik bedoel, we hebben circulaire economie, we hebben de kennis, we hebben de technologie. Waarom zouden we nog toestaan dat bedrijven nog verder grondstoffen gaan ontginnen, zodat ze uiteindelijk producten kunnen maken, zodat wij als consumenten nog verder zouden kunnen consumeren. Ik bedoel, we hebben nu eenmaal iets als duurzaam ondernemen. Bedrijven zouden bij wijze van spreken verplicht moeten zijn om enkel maar die lijn te kunnen volgen en niet zozeer nog verder met die praktijken te gaan. Ja, ik bedoel, het kan ook niet zijn dat een oliebedrijf nog verder olie gaat oppompen, zeg maar, in de Noordzee, omdat die uiteindelijk dan aan de vraag kan doen aan zijn consumenten. Ik bedoel, zo kan het gewoon niet meer verder. Ja, we hebben de technieken, we hebben de oplossingen, zeg maar. Bedrijven zouden gewoon bindend, die bindende maatregelen moeten nemen, zeg maar. Voilà, bijna een noodoproep van Dorian, een straffe mening. Waarvoor dank, meneer Griffroy van N-VA. En dan gaan we naar die vijfde aanbeveling. Wel, ik ga eerst antwoorden op een paar opmerkingen hier en dan misschien toch nog iets heel kort zeggen over die vijfde aanbeveling. Het is natuurlijk een keuze dat je maakt, hè, als we kijken naar ons land. Oké, we zijn een zeer sterk geïndustrialiseerde regio, dat klopt. Maar dat heeft ook enorme tewerkstelling mee. Twee, het is ook zo dat bij ons is er een benchmark-convenant, zijn er audit-convenanten, zijn er normen opgelegd. Je kunt wel zeggen, ja, dat die ETS-handel dat trekt op niks, maar ondertussen kost wel een ton CO2 meer dan 40 euro. Dus met andere woorden, die bedrijven die uitstoten, als die prijs blijft aangehouden worden, zullen die zo gedwongen worden om nog energie-efficiënter te zijn, enzovoort, enzovoort. Dus men kan niet ongestraft zomaar, laten we zeggen, verder uitstoten, enzovoort. Maar er zijn toch ook wel heel wat maatregelen. En vooral als je dan ook kijkt, en dan komen we weer terug in de vorige aanbeveling als het gaat over centen, circulaire economie. Ik ben daar gigantisch voorstander van. Maar een bouwwerf die gebouwd wordt met circulaire materialen voor, laten we zo ongeveer zeggen, 25%, kost ook 15% duurder. Hè? Ik heb er geen probleem mee, maar het is wel een feit. En dan moet je wel nog de bouwheer hebben die het wel betaalde. En dan kan een overheid daar wel een voorbeeldfunctie in geven door te zeggen, nee, we willen voor onze gebouwen hebben dat onze gebouwen inderdaad zo gebouwd worden. Dus ik vind dat alles soms een beetje moet plaatsen in het concept. Bijvoorbeeld lichtverkoop in verband met lampen, in plaats van lampen. Zeer goed. Maar als je contracten bekijkt van zo'n dienstenservice, light as a service, op de lange termijn is dat goedkoper of je het zelf kunt investeren, maar dat ook de besparing voor u is. Hetzelfde met streamingsdiensten. Als je kijkt wat je betaalt voor Spotify, betaal je 15 euro per maand, maar 12, dat is 180 euro. Ja? Dus dat is ook allemaal niet niks. Het feit dat we hier online zitten, verbruiken we ook gigantisch veel energie. Dus ik ben een klein beetje voorzichtig met zo die laten we zeggen, bijna populistische uitspraken van wow, ze moeten ze sluiten, maar onze verplichting opleggen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar ze creëren ook wel welvaart voor ons. Ja. Het is aan ons ook de kunst om die welvaart zo goed mogelijk in stand te houden, maar ook ervoor te zorgen dat die bedrijven inderdaad doen wat ze moeten doen, maar niet met de botmesser doorgaan. Ja, voilà. Dank u wel. En ook meteen een oproep van de heer Giffoy om
wat door te doen, want we zitten hier energie te verspillen. Voilà, we gaan dus naar die vijfde aanbeveling. De overheid moet informeren rond en investeren in de transitie van een producten naar een circulaire economie. Met een focus op productdiensten. Post-corona biedt hier kansen voor. Bijvoorbeeld lichtverkopen in plaats van lampen, streamingdiensten in plaats van dvd's. We hebben al een antwoord gekregen van de heer Giffoy. Ook Juan van Groen heeft daar al iets over gezegd. Dus ik weet niet wie daar als laatste op wenst te antwoorden. Misschien de heer Tobak? Of was dat nog een oud handje dat in de lucht staat? Nee, dat was een nieuw handje. Ik probeer regelmatig eens mijn handje omhoog te steken. Het komt dan niet altijd uit bij het thema wat ik bedoeld had, maar dat is ook niet erg. Het hangt allemaal samen op één planeet, nietwaar? Wel, ik wou mij aansluiten bij één punt dat Andries Griffoy heeft opgemerkt. Dat is dat niet alle oplossingen die op het eerste zicht goed zijn, zijn ook echt goed. Want bijvoorbeeld, het is maar heel de vraag of dvd's echt slechter zijn voor het klimaat dan streamingdiensten die beroep doen op gigantische servers. Ik wil niet weten wat de impact van de streaming van de servers van Netflix en van Disney is op het klimaat. En of het niet beter is dat men een dvd er binnen 20 jaar nog ligt en kan herbekeken worden. Maar ik wou eigenlijk daar straks inpikken op de vorige stelling. Ik ga proberen kort te zijn opnieuw. In grote mate zijn, zeker in ons land en in West-Europa, zijn wij als burgers zelf wel mee grote vervuilers, hoor. Verwarming, woningen en transport zijn op dit ogenblik, in ons land in elk geval, de grote domeinen die we niet onder controle hebben in zaken het terugdringen van emissies en het verminderen van emissies. Terwijl we bijvoorbeeld industriële processen toch wel wat beter onder controle hebben op dit moment. Waarmee ik niet gezegd heb dat het opgelost is. Maar als je op wereldwijde schaal kijkt, dan is het natuurlijk wel zo. En ik denk dat we daar bijvoorbeeld op Europees niveau zouden kunnen een voorstel doen om wat men dan de carbon border tax noemt, waarbij we niet meer toelaten dat producten die vervuilend geproduceerd zijn, zoals staal buiten Europa, dat die nog in Europa geïmporteerd worden. En dus zorgen dat in elk geval altijd de meest milieuvriendelijke alternatieven, dan zullen die grote vervuilers gedwongen worden om ofwel niet meer naar ons te exporteren of aan ons niet meer te verkopen, ofwel op een hoger niveau te gaan produceren. Dat is een praktisch argument, maar als het binnen onze eigen grenzen is, denk ik dat we toch echt ook eens moeten naar onszelf kijken. En dat de overheid daar mensen moet gaan helpen. Ik ben een grote voorstander van, maar ik ben daar in het parlement roepende in de woestijn. Ik ben een grote voorstander van dat de overheid zelf zou voorfinancieren om woningen van mensen te renoveren en energie-efficiënt te maken. Want een hele hoop, de Vlaamse regering heeft een massa aan premies en leningen. Maar iemand die al geen geld meer over heeft aan het eind van de maand om zijn rekeningen te betalen, die gaat ook een gratis lening niet lenen, want die heeft geen geld om dat af te betalen. Ook niet als daar geen interesse op staat. Dus ik denk dat we daar veel harder moeten gaan en dat daar de Vlaamse overheid veel meer zou kunnen doen dan ze vandaag doet, om mensen die echt vervuilen, maar er niet aan kunnen doen, te helpen om dat op te lossen. Ja. Voilà. We kijken even naar de tijd. We gaan nog 3 reacties doen. En dat is 1 Doreen. En dat is 2 Victor. En dan gaan we nog naar Nawal Fari van CD&V. Die het handje gevonden heeft, want die had er tijdelijk geen of zo. Voilà. En dan gaan we moeten afsluiten. Hè. Doreen, Victor en dan Nawal. Ja, ik zou graag willen vertellen waarover dat onze dingen vooral ging. Waarover wij vooral hebben gediscussieerd, want het ging meer over eigenlijk de economische shift die wij willen in gang zetten eigenlijk, maar dat wij natuurlijk niet kunnen. Omdat, zoals daarnet is gezegd, de economie nu vooral gericht is op producten verkopen, waardoor dat dan eigenlijk massaproductie wordt gestimuleerd en ook lage prijzen, dat je dan weer kunt linken aan slechte arbeidsomstandigheden en uitbuitingen. Zo. Maar het gaat er vooral over dat van het idee, stel dat je een product, in plaats van een product, een dienst aanbiedt, bijvoorbeeld dat licht, dat je zegt, dat een bedrijf zegt, oké, ik verkoop licht, ik geef je daarvoor deze lamp, en als die lamp kapot gaat, dan kom ik een nieuwe brengen, en daarom hebben mensen dan baat bij eigenlijk een duurzame lamp maken. En dan gaat je niet die massaproductie hebben, waardoor dat eigenlijk alles direct in de vuilbak wordt beland, maar dan krijg je die circulaire economie. En dat was eigenlijk vooral het ding waarover wij het hadden, van
waarom wij een soort een informatie ding willen creëren, waardoor bedrijven dat ook snappen dat dat voor hun ook voordeliger is. Want dan hebben ze eigenlijk een constante instroom van geld, in plaats van altijd af te gaan van aanbod en mensen die wel willen kopen of niet kopen. Maar ze hebben eigenlijk een constant... Constant dat geld dat binnenkomt, want je blijft betalen voor je licht. Dus dat was eigenlijk een beetje een shift dat ik eigenlijk wou weten. Zijn daar al dingen over gesproken? Ik heb het gevoel dat er veel mensen dat niet kennen, dat model van om die shift te krijgen van naar die circulaire economie echt. Voilà. Het gaat inderdaad breder dan de aanbeveling hier. Vertelt. Het gaat over die shift, die systeemsverandering, dat Paulien zegt. Misschien ook een oproep naar de politie, van ja, we gaan niet op elke vraag kunnen antwoorden, maar neem zeker die mening van de jongeren mee, hè. Die verzuchtingen hier, daarover gaat het. Weet dat de jongeren hiervan wakker liggen van heel wat zaken. Voilà, wil ik toch even zeggen. We gaan naar Victor en dan als laatste mevrouw Fari van CD&V. Dus meer nog een beetje toelichting over de productdiensten. Dus het kan ook veel goedkoper zijn voor een bedrijf in het algemeen. Want nu moeten ze... Er is een eenmalige investering, misschien iets duurder, voor een iets beter duurzamer product dan een product met geplande slijtage. En daardoor... daarmee kunnen ze veel meer gewoon... halen, want er kan een veel hogere winstmarge op zitten. Want als je steeds verkoopt, moet je steeds weer die grondstoffen aankopen, moet je steeds weer je productielijn in gang houden. En dat kan heel veel kosten met zich meebrengen. Ook kan dit misschien meer jobs creëren voor het controleren van deze diensten. Dat... Als ze allemaal kapot zijn, je hebt reparateurs daarvoor nodig, in plaats van een nieuwe doen. En ze kunnen het alle toestellen de laatste tijd zijn meer smart toestellen. Dus dat kan perfect in de gaten gehouden worden of een apparaat deftig of niet deftig werkt, zodat ze dat dan rap kunnen vervangen en zien dat er daar bijvoorbeeld fouten in zitten en dat ze dat kunnen aanpassen en dus veel meer data hebben. Ja, ik denk dat we het wel ongeveer snappen, al die concepten rond die diensten. Mega interessant. In de chat wordt nog heel wat dingen gedeeld, ook naar extra info en dergelijke. Zet het er zeker in. Of in onze Facebookgroep binnenkort. Smijt u daar zelf daar zeker in, daar gaan we verder. Als laatste misschien mevrouw Fari van CD&V. Ja, dank u wel. Intussen is er heel wat gezegd. Hè. We zijn gestart met hoe gaan we ervoor zorgen dat bedrijven hier niet al te veel vervuilen. En ik vond dat wel eigenlijk een goede suggestie. Hè. Wij zijn dus ook als partij voorstander om een heffing te creëren voor bedrijven die hier voor veel milieuschade zorgen. Hè. Wij weten dat er heel wat bedrijven naar ons land kijken of Europa kijken om producten te fabriceren, omdat het hier goedkoper is voor hen. Wij willen daar korte metten mee maken en we willen die bedrijven natuurlijk dan ook taxeren, hè, want als je milieuschade creëert, moet je daar volgens ons dan ook een heffing op betalen. Wat betreft de laatste twee sprekers, ik vond het wel interessant. De dame die net had gesproken, ik denk dat dat Doreen was. Het is zo, hè, de klimaatcrisis is een systeemcrisis. Hè. Wij moeten nadenken over een ander economisch systeem en we moeten ervoor zorgen dat dat systeem minder belastend is voor klimaat, milieu en belangrijker nog, want u heeft het ook aangehaald, hè, de arbeidsvoorwaarden. We moeten een systeem creëren die ook rekening houdt met onze mensenrechten. Hè. Wij delen deze planeet met z'n allen. We moeten ervoor zorgen dat we zo lang mogelijk op een veilige en mooie planeet kunnen leven. Dus het klopt dat we moeten nadenken over een nieuw systeem. Ik denk dat het goed is dat je kritisch bent en zegt van goh, ik heb het gevoel dat we daar nog niet genoeg mee bezig zijn. Wel, ik ga u bijtreden. Ik denk dat we daar inderdaad veel meer werk van moeten gaan maken. Maar we gaan daarvoor een mindshift moeten creëren, ook bij onze ondernemers. Want we gaan het als overheid natuurlijk niet alleen kunnen doen. Hè? En ik denk dat de juiste incentives en de juiste good practices en voorbeelden naar voren halen en bedrijven motiveren en
overtuigen dat dit the way to go is, een eerste stap is. Maar ik vrees dat dat wel geen stap is van vandaag op morgen. Maar het is wel fijn om te horen dat al jullie jongeren daar al zo technisch mee bezig zijn. Ik denk dat ik en mijn collega's die hier vanavond aanwezig zijn, zeker al die argumenten gaan meepakken. Dank u wel. Voilà. Dank u wel, mevrouw Fari. Dus ja, ik zei het daar juist al, hè. We hebben hier niet veel tijd. Maar inderdaad, ik zie al wat Twitter-accounts in de chat gezet worden. U kan deze politici inderdaad nog bereiken. Ze zitten allemaal op Twitter, denk ik. Ik heb het daar juist gechat. Gecheckt. Amai, gechat. Dus spreek ze zeker aan op Twitter, op Instagram. We willen zeker nog wat vragen bundelen ook. De chat wordt hier opgeslaan. Het verslag wordt meegenomen van alles wat hier gezegd is. Maar inderdaad, nogmaals, onderweg naar Glasgow en in Glasgow, neem die verzuchtingen van de jongeren mee. In die commissies rond natuur, leefmilieu, klimaat, in economische commissies. Wat is het allemaal waar jullie in zitten? Ik denk dat dat de boodschap is. Hè. Neem die verzuchtingen van die jongeren mee, nu al. En zeker ook op die klimaatconferentie in Glasgow. Ik wil nog kort een aantal dingen zeggen voordat we moeten afronden. We hebben lichtjes uitgelopen, maar het was zo ontzettend interessant. Dus ja, zo gaat dat nu eenmaal. Nogmaals, dit is de kick-off. Er komt nog veel meer. Smijt u in de Facebookgroep die we oprichten. We gaan jullie sowieso ook nog een mail sturen allemaal met de nodige uitleg over wat er nog volgt. We gaan zotte dingen doen. Maar dat gaat ook vooral van jullie komen. We gaan acties ondersteunen van dingen die er al gedaan worden. Sommige van jullie zijn al actief in van alle organisaties. Wie weet kunnen we die heel goed steunen. We gaan zelf acties op poten zetten. Voilà, de link naar het collectief wordt in de chat gezet. Gooi jezelf daarin, als jongere dan toch. Ik weet niet of Daphne nog even die slide kan tonen van het collectief, wat er allemaal kan. Voilà, komt er zo meteen aan. Er staat het, hè. We gaan van alles doen. Acties op poten zetten, acties ondersteunen, zelf dingen bedenken. Het collectief beslist. Wie weet doen we een klimaatkamp. Daar zit ook al iets in de pijplijn in de zomer. We zijn, zoals gezegd, met 11.11.11 heel hard aan het vergaderen van wat kunnen we allemaal doen. Dus daar zitten heel toffe dingen in. De volgende meeting dat wij hebben is op 15 maart. Dat Facebook-event bestaat ook al. Daar zullen we jullie genoeg voor spammen. Geen nood. Maar 15 maart, dat is een maandag, als ik het goed heb, binnen 2 weken. Dan gaan we opnieuw samen zitten en brainstormen over wat we allemaal kunnen doen. Dus join het collectief en join onze actiebrainstorm. Ik wil in de eerste plaats de politici heel erg bedanken om hier te zijn vanavond. Er is heel wat gezegd. Ik vond het tot wat er in een kleine 3 kwartier allemaal kan besproken worden. Dus waarvoor dank dat jullie het zo kort en bondig en toch uitgebreid hebben kunnen maken. Heel erg bedankt. Neem die stem van de jongeren mee in jullie werk. Dat wil ik nog als laatste oproep meegeven. Ik wil 11.11.11 bedanken, mijn collega's, maar vooral, en daar mag een klein tot groot virtueel applaus voor zijn, de jongeren die deze aanbeveling in elkaar hebben geknutseld. Ja, het gaat hier meer dan over herbruikbare rietjes, zoals je ziet, of over zonnepanelen. Het is heel uitgebreid wat de jongeren allemaal bedacht hebben. We gaan dat meenemen en we hopen dat jullie dit ook meenemen. Want we gaan jullie er ook gewoon aan houden. We volgen jullie werk op de voet op en zeker richting Glasgow. Dus we hopen dat jullie dat allemaal meenemen. Voilà. Ik ga eens even kijken in mijn lijstje of ik nog wat moet zeggen. Ja, kunnen wij het verslag vinden? Achteraf, of is dat iets intern? Ja, we gaan jullie allemaal mailen. Hopelijk morgen al. En hopelijk hebben we dat verslag dan al in. Maar in de Facebookgroep komt het sowieso ook. Dus gooi uzelf daarin. Ik denk dat ik alles gezegd heb. Hè. Ik kijk even naar mijn collega's. Als die niet zwaar naar mij beginnen
schreeuwen dat ik iets vergeet. Dan denk je dat ik alles gezegd heb. De link naar het collectief. Al diegenen die er nu nog in zitten, ik heb het genoeg gezegd. Voilà. Heel erg bedankt. Ik wens jullie nog een bijzonder rustige avond. U mag nog even blijven hangen om wat na te praten, want DJ Daphne Punk gaat nog wat plaatjes draaien. En je kan dus nog in de chat nog wat dingen zetten, nog wat dingen vragen. Blijf gerust hangen. Ja, we hebben geen DJ en feest achteraf, dus we moeten het online doen. Virtueel feest achteraf. Heel erg bedankt om er te zijn vanavond. En hopelijk maken we iets keivet van dit collectief een heel jaar lang. En hopelijk geraken we in Glasgow met z'n allen. Merci voor de mensen die willen weggaan. Merci aan de politici, merci aan de jongeren. Goeie avond, salut. Salut. Salut, merci.